baseline aan toevoegen van wat was het? Naschoolse begeleiding voor meer kansen of zoiets. Ja. Leuven ook nog, hè. Ik ben Anis, ik zit in TOVS B. Ik zit in TOVS B. Ik kom naar de buddy. Ik vind dat toch leuk is. Omdat je, als je al je huiswerk gemaakt hebt, dan mocht je op de computer. Maar wat niet leuk is, dat je een uur langer moet blijven, terwijl je vrienden naar huis mogen. De meeste BZT'ers houden zich bezig met voetbal, wat culturele activiteiten en zo meer. Zeker allochtone BZT'ers. Dus dat wouden wij vermijden. Wij wouden emancipatorisch werken. Wij wouden iets veranderen. Op vlak van onderwijs, de werkstelling. En daar is een projectje uitgegroeid. Het project Klimop. Waar wij gedurende een jaar in 2006 een 25-tal leerlingen begeleid hebben in Scholderen. Dat is eigenlijk het begin, het ankerpunt van het Buddy-project later. Dat was zo'n succes, we hebben daar heel veel aan gehad, samen met de studenten vrijwilligers. Een tiental waren dat in de tijd. En dat heeft voor mij ook de doorslag gegeven om, eenmaal ik schepen van onderwijs was, om heel snel daar werk van te maken, om dat project op grote schaal te implementeren. Ik ben Jens Galeers, ik zit in klas 1D. Ik vind het Buddy-project leuk. Ze komen je hier helpen en als je vragen hebt, kun je dat dan vragen en zo. En als je dan thuis komt, dan heb je meer tijd voor te spelen en zo. En dat vind ik wel leuk. De nadruk ligt op eerste graad secundair onderwijs. Omdat ik geloof dat de problemen zich daar stellen. Jongeren maken wel de keuze van ASO in te gaan of TSO, noem maar op. Maar door het feit dat ze voelen dat ze het niet aankunnen, gaan ze zich heroriënteren. En uiteindelijk zie je dat meer dan de helft van de jongeren die wij uiteindelijk willen bereiken, stopt zonder een diploma secundair onderwijs. Dus dat is een dramatische situatie. Heet ook het waterval-effect, dat willen wij tegengaan. Wij willen dus de jongeren sterken in die eerste graad, zodat ze heel dat traject uitmaken in de secundaire school. En ik hoop dat een hele groep van de jongeren ook verder studeert. Wanneer hebben die introsessies plaats dan? Voor de studenten bedoel je? Ja, voor de studenten van volgend jaar dus. Voor de KU Leuven staat dat nog niet vast. Voor KH Leuven basisonderwijs is dat deze week. In maart hebben we die van secundair onderwijs. Ja. Voor KU Leuven moeten we dat nog vastleggen. Mm-hmm. Dan bekijken we dan. Ik op deze lacht het terug. Ik ben David Vierbergen, de coördinator van het Buddy-project in de Vrije Middenschool in Leuven. Je hebt een projectcoördinator van de stad Leuven en zij werkt met de coördinatoren van de verschillende scholen. Ik ben daar zo een van. Wat vind ik daar nu zo zinvol aan? Ik heb jarenlang de gewone studie gegeven ook, als leerlingbegeleider. En ik heb gemerkt dat leerlingen in een studie met veel te veel leerlingen zitten om echt persoonlijke begeleiding te krijgen, waardoor dat ze niet altijd zo ver geraken dat ze hun eigen kleine moeilijkheden ook nog kunnen uitklaren. En dat vind ik de leuke combinatie bij het Buddy-project. Het is niet alleen de bedoeling van daar studiebegeleiding te krijgen, want dat hebben we hier ook. Maar het is ook de bedoeling dat de leerlingen af en toe kunnen naar die buddies gaan en vragen van ik voel me daar of daar niet goed bij, kunnen mij daar of daar bij helpen? En doordat ze maar met op dit moment een tweetal leerlingen, al drietal leerlingen per buddy zijn, is er veel korter op de bal te spelen en kunnen die leerlingen ook hun ei kwijt als dat nodig is, op welk vlak ook. Als daar een beetje een vertrouwensband tussen ontstaat, tussen de buddy en de leerling, dan is het eens zo leuk dat die leerling ook wat privé zijn ei kwijt kan. En dat vind ik wel oké. Nu, een van de risico's bij zo'n project, en daar zijn wij ons van bewust, is dat wanneer je werkt met een kleine groep van mensen, een kleine groep vrijwilligers, is dat controleerbaar. En weet je ook dat die dat met hart en ziel zullen doen? En weet je ook dat het informele karakter, wat wij toch een beetje beogen tussen de student en de leerling,
dat je dat blijft behouden en koesteren. Nu, we zitten vandaag met 150 buddies, morgen misschien met meer, 300 leerlingen. Hoe kan je dan nog controleren dat, dat studenten dat met hart en ziel doen, met de juiste ingesteldheid, en vooral dat die chemie kan groeien, die informele chemie tussen buddy en leerling. Eén, wij proberen dat op te vangen door ons te richten op de juiste buddies. Ik denk dat studenten, lerarenopleiding, die hebben sowieso gekozen voor die opleiding omdat ze graag leerkracht willen worden. Dus ik neem aan dat de meeste van die mensen dat ook met de juiste ingesteldheid zullen doen. En tot hiertoe, gelukkig maar, zien wij dat dat ook het geval is. Dan hebben wij ook een aantal vrijwilligers, vrijwillige studenten. Ook daar is het engagement zeer groot. Die geven zich op niet omdat ze aan tijdsverdrijf willen doen, maar die geven zichzelf op als buddy omdat ze iets willen bijdragen. En dan hebben we nog de gepensioneerde leerkrachten van Auxilia bijvoorbeeld. Ja, daar zijn wij ook zeer tevreden van, omdat die uiteindelijk ook voor een extra verrijking zorgen in het project door hun ervaringen weer te delen met de toekomstige leerkrachten. Ik ben Leander van Hermen, ik ben van klas 1b. U komt graag naar de buddy, want dan moet je thuis je huiswerk niet meer maken. En nu geven ze u ook veel uitleg. Auxilia is gevraagd om mee te werken aan het buddyproject door de wethouder van onderwijs hier in de gemeente Leuven. En ik ben daar mee ingestapt samen met 7 collega Auxilia-medewerkers. Wat we hopen te bereiken, zeker als wat oudere mensen, is dat je als een soort moeder, net als je je kinderen thuis ondersteunt in het huiswerk maken, je wijsheid kunt overdragen en ze kunt motiveren om hun huiswerk goed te doen en een manier te ontwikkelen om zelf te gaan studeren, beter dan dat ze voorheen deden eigenlijk. Ik doe nu mee het buddyproject en de reden daarvoor heb ik gekozen is om, het is een stage, het is dus een deel van onze opleiding en ook om dus meer inzicht te krijgen in de studiemethode van leerlingen met problemen bij het studeren. Om dus meer te achterhalen van hoe komt dat nu dat leerlingen op die manier bepaalde zaken niet begrijpen of moeilijker begrijpen. Ik heb eigenlijk deze stage nog gekozen omdat ik het wel leuk vond om ook nog andere competenties aan te leren buiten het lesgeven zelf. Dus vooral dan om leerlingen te ondersteunen in hetgeen wat buiten de lesinhoud valt, dus mee de leerlingenbegeleiding en zo, dat ik dat ook eens een keer had meegemaakt. Wat ik er nu zelf aan ervaar, is dat ik het eigenlijk best wel heel leuk vind. Ik vind het ook heel leerrijk, zeker bij de leerlingen die wat minder gemotiveerd zijn. Hallo, ik ben Nick Bekkers. Ik zit in klas 1b. Ik ga naar de buddy omdat ze me daar wel helpen voor te studeren. Als ik dan thuis kom, dan heb ik niks meer te doen. Ik weet niet, wat moet ik dan nog zeggen? Waar ik naartoe wil in de toekomst, ik zou nog een kleine uitbreiding willen toch. Dat we dan richting 400 leerlingen gaan, dat is zeer veel. Dat is 10% van alle leerlingen in de secundaire graad, in de eerste secundaire graad, dus dat is toch wel wat. Als je dat kan aanbieden in je stad, dan ben ik daar zeer tevreden mee. Maar ik zou ook graag willen dat wij in de toekomst het buddyproject aanwenden om te leren. Om te leren van hoe communiceer je nu best met kansengroepen. Of met ouders die je normaal gezien niet zo gemakkelijk op school krijgt. Ik denk dat we daar heel veel uit kunnen leren. En waarom zouden studenten daar geen theses over schrijven? En zo meer. Ik denk dat we die informatie moeten vatten van de ervaringen die we hierop doen. Vandaar ook de evaluatiegesprekken met de studenten. Dat we die moeten vatten, dat we daaruit moeten leren. En op die manier telkens het buddyproject alsmaar verbeteren. Wat druren!